spijkels, ja. Misschien is die kus dan wel gewoon... Toneelspul. Daarin doet al dogen en anders staat op gezette tieten op de planken. Zoals bij toneelverein De Omtrek. Door ben ze al vanaf 1988 aan loop met een klucht of een blietspul, zoals je kan zijn in deze beelden hoe de eerste opvoeren. Elk jaar een voorstel en zo wat er dan nou repeteert voor 3 en 17 meer. En kijk wie met hou of er aan touw gaat op een Griekse eiland. En horen we speulen van het eerste uur Bert Hulsebos over De Omtrek. Nou, het is een verein die nou dus dit jaar 30 jaar bestaat. Ik ben dus in 88 begonnen en het is eigenlijk een vereniging die ontstaan is door de WV-bo. Daar waren we nog geen leden mee bij en toen hebben ze zeer van, je moet je zomer redden. En toen is eigenlijk De Omtrek opgericht. En De Omtrek, de naam is eigenlijk gegeven omdat de meeste mensen allemaal een beetje uit deze buurten kwamen, zeg maar. Dus niet van een plaatsen, maar overal een beetje weg. Dus dat was De Omtrek van gooien in Omvuur. 30 jaar geleden ben ik bijgekomen. Nou nog. En dan haal nu doorging om weer een skierstuk neer te zetten. Ja, dat is ook altijd een beetje de kwestie natuurlijk van een altijd toch weer route zuiken wat voor elke speelder dus een beetje past en zo. En ja, voor elke een beetje een vinkje. Maar wat natuurlijk ook leuk is voor het publiek, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. De aangrunnige stukken trouwens? Nou, het zijn wel wat Nederlandse stukken, maar die zijn wel met grunners. We proberen net zoals nu altijd grunners te spelen. Met een paar Nederlandse rotjes er wel in, maar dat mag niet goed dus. Hey, wat een gaaf pandje zeg! Hey, zie je dat? Daar ligt iemand! Is dat even tof zeg? Ja, waarachtig! Hoe kan dat nu? Er lopen hier toch geen zwervers? Ze liep meer aan van het mannelijke geslacht. Goh, je hebt een keigelpa. Ja. Komt dat even mooi uit? Ik heb wel behoefte aan een avontuurtje hier. Moet je opletten. Pa, moe, een overval. Pa, moe, wakker worden. Inbrekers, we worden overval. Wat is dat hier, Loos? Oh, wat moet dat hier op mijn herf? Weg, weet je niet. Weg. Wij hebben geen geld. Hier. Wat voor stuk kijk ik nu nog? Waar hebben we het over? Dit is vakantieleed op een Grieks eiland. Wie als gezin leed dus speelde van die ambtenaar van het gemeente Aldamt. Die gaan door de Grieks eiland touw. En dan komen ze door in een krot richten. En door is al eerst ook commotie over. Komt een lang gezin, eigenlijk goed Veendam. En die hem dat krat ook uit. Nou ja, en dat zijn je dus ook. Ja, dat was dus een probleem. Ja, dat loopt een beetje de hand. En, ja. Nooit te veel verklaard natuurlijk, want je wil nu straks in de zool hebben. Je zit dan een beetje de ding aan, hè? Dat de eerste uitvoerende, echte uitvoerende komt. Je bent maar aan het try-out, heb ik gehoord. Ja, ja, we hebben een beetje peilen van nou wat het vindt het publiek, dat gaan we dat. En ook altijd mooi dat er even de mensen even voor het publiek een beetje publiek speelt. Maar dat is altijd anders dan in een dode zool. Dus daar ben je ook blij mee dat die gewoon boven repeteert en ook dan kan. Wat is dat hier wel voor lawaai? Eduard? Eduard? Ik geloof dat ik hallucinaties kreeg. Sta ik 1500 kilometer van Veendam? En wel sta je zo. Eduardje? Wie maakt vooral de lust te horen, nightclubs. Wie ben echt mensen genoeg op het ogenblik. Maar ja, ik ken altijd ook wel wat bier, maar ik ken ook zoveel wat over van. En dan een beetje talent zit altijd te wachten. En vooral wat jongeren. Want ik is hier ook zo. En eigenlijk, nou ja, Lisa is er een bier van 20 en nou, Leslie is ook al 30. Dat is er eigenlijk al van de generatie. Dus daar zitten we vooral op te wachten. Ja, ook wat jongvolk op toneel zag ik net. Leslie en Lisa, jullie hebben ook een rol in dit stuk, hè? Dit is het dagse jaar dat ik met spul mijn omtrek. En ja, het is inderdaad elk jaar weer een feest om de rol aan te nemen. En om er wat moois van te maken. Dus ja, dat ondanks dat ik wat jonger ben. Ik ben nou een beetje de middenmoot, zeg maar. Zij is echt de jongste. En ja, is het elk jaar dat ik toch wel een zoon of inderdaad een partner van een van de speulerspul, zeg maar. En Lisa ook? Hoe lang speelst u al hier bij dit toneel? Dit is mijn tweede jaar dat ik nu meespeel. Vorig jaar heb ik voor het eerst meegedaan en bevalt me hartstikke goed. Ik vind het hartstikke leuk. En ik ben de jongste speler, ik ben 24 jaar. Dus ja, ik heb ook een beetje de jongere rollen. Ik ben zeg maar de dochter van.
Bert, Hulsebos senior, wie wil de geen wat jonge lui hebben? Wat moet je nou doen om bij zo'n toneelvereniging te gaan? Moet u nou eens even een promotieprootje van? Hoe krijgen we er nou wat jong volk bij? Promotieproefje. Het is van onder schoonte, maar ik zal wel onder de jeugd horen. Ze moeten echt over de schoonte heen. Ja. En ik maak wel, hoe gekker de rol, des te mooier het ook is om te spelen. Het is altijd wel nu doorging om er wat van te maken, dat mensen echt bijblijven voor jongen. En dat vind ik altijd wel mooi. Ja, dat is toch je hond wat, zeg maar, wat ook de toekomst ingeeft. We gaan gewoon lekker door. En zolang ik even de mensen amuseren kan, want dat is heel belangrijk, gaan we door lekker mee door.